Nou, ik heb net een hoorcollege gehad. Ik doe Business Administration. En nou ja, het gaat eerste semester gehad en het gaat prima volgens mij. Nou, ik dacht, jij bent helemaal bezig met de bekerwedstrijd van AFC vanavond tegen Top Os in het Olympisch Stadion. Ik ga er zeker nog mee bezig zijn, maar ik had de eerste gewoon natuurlijk. Wat kunnen we zeggen hoe bijzonder die wedstrijd van vanavond is? Nou, voor mij is het zeker bijzonder. Dit is mijn eerste jaar als, als senior voetballer. Dan meteen KNVB-beker meedoen is best bijzonder. En ook nog de tweede ronde. En dus, niet te vergeten de locatie waar die gespeeld wordt. De locatie, ja, Olympisch Stadion. Ja. En, veel historie van Ajax ook. Dus ja, mooie wedstrijd, mooie locatie om te voetballen. De tegenstander Top Os. Wat weet je van de tegenstander? Ik weet toevallig dat ze dit weekend 5-1 gewonnen hebben van een niet onverdienstelijke ploeg, NEC. Die ook nog ging voor de periode. Ze zijn dus in vorm. Jullie hebben Telstar. Ook uit de keukenkampioen-divisie met 5-0 opgerold. Zeker weten, ja. Dus ik kan me voorstellen dat Top Os met angst en beven naar het Olympisch Stadion komt. Met angst en beven zal ik niet weten, maar ik denk dat ze, wel, dat ze ons niet gaan onderschatten. Vind jij het fijn om in het Olympisch Stadion te spelen? Of hadden jullie als selectie liever op het sportpark goed genoeg van AFC gevoetbald? Het Olympisch Stadion zelf is natuurlijk een mooie plek om te voetballen. We zijn echt wel gewend aan ons eigen grasveld. En het, voelt lekker. We hebben er zondag hebben gevoeld hoe het, hoe het gras voelt van het Olympisch Stadion. Het is vrij hard en er, is ook al, er wordt niet heel veel op gevoetbald. Dus het is, het is even anders. Jullie hebben dus het veld van het Olympisch Stadion al gecheckt. Ja. Jullie hebben Top Os tot op het bot geanalyseerd. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Zeker. Met andere woorden, dat wordt een makkie vanavond. Een makkie? Een makkie zou ik niet willen zeggen. Maar ja, ik schat ons een goede kans in dat we vandaag door kunnen gaan in de KNVB-beker.